Nee, helaas. We hebben nog steeds niet thuis kunnen winnen en dat is wel spijtig, want vorig seizoen hadden we een heel sterke thuisreputatie. Maar ik denk dat we vanaf nu een wedstrijd per wedstrijd moeten bekijken. We zijn nu heel teleurgesteld, maar gewoon woensdag op training weer vol voor gaan. En proberen zoveel mogelijk punten te sprokkelen in de komende wedstrijd en dan zien we waar we uitkomen, denk ik. Ja, we hebben langer mogen wachten, maar inderdaad, twee puntjes en dik verdiend. Eigenlijk de eerste helft komen we meteen al 3-4 doelpunten voor. Dan hebben we op een gegeven moment één vak wat iets te lang blijft hangen. En te lang niet scoort, waardoor zij uiteindelijk terug in de match komen. En bij hun een Saar die echt heel goed scoort en hun eigenlijk in de match houdt in de eentje, vind ik. Maar dan weten we toch richting de rust weer een voorsprong te krijgen. Vlak voor rust is er denk ik één verschil. Maar na rust weer een goede start komen, maken we een kloof en die maken zij nooit meer dicht. Dankjewel. Ja. We hebben er heel lang op moeten wachten. We hebben heel de eerste periode van het seizoen al super hard geknokt. Dus ik denk zeker dat de eerste twee punten verdiend zijn vandaag.